dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is zaterdag vandaag, 4 mei, 33e verjaardag. Alles staat klaar. En ik ben nog even de laatste dingetjes aan het doen. En dan kan de visite komen, overdag familie en 's avonds wat vrienden. En als bijna ieder jaar, zoals bijna ieder jaar, heb ik fantastisch weer op mijn verjaardag. Ik moet je nagaan dat in Limburg afgelopen week nog van alles aan het overstromen was. Hier was het ook behoorlijk heftig qua regen, maar geen overstroming gelukkig. En dan op de dag dat ik mijn feestje vier, prachtig weer. Dat is echt serieus zo, bijna altijd. Lucky me, je krijgt wat je verdient, zeggen ze. Dus op mijn verjaardag regent het keihard. Dus ja, hè, is het dan... Ja, je krijgt wat je verdient, krijg je het allebei dan. I don't know. Ik ga even gauw de laatste dingen doen, ga muziek aanzetten en dan partie. Deze eraf gehaald, we hebben een nieuw doek gekocht en dan kunnen ze weer springen straks. Maar het was nog even een gedoe om het los te krijgen. Dus we hebben de veren, hebben dus nog alleen het doek gaan we vervangen. Dus, de laatste. Ah, shit. Wat? Verkeerd om. Nee. Tan. Ik gebruik deze, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee. Krijg je het niet uit. Geen jurkje? Nee. Poes met een face mask. Ja. Hij zit al. Hoe dan? Serieus, ik heb het gewoon getrokken. Yes, we kunnen weer springen en ik ook. Oh, ik durfde natuurlijk niet om te gingen. Nee, mag niet, want ja, het is goed. Die is van mama. Het is mama's trampoline. Nee, Livet, die hadden we al voordat jullie überhaupt in de planning zaten. Ik vind het nog wel spannend, hoor. Ik heb echt zoiets van... Kom maar mee op dan. Kom dan, Isabel. Hey. Fijn hè, dat hij het weer doet. En op de billen. En dan weer door. Oeh, bijna. Nog een keer. En we door. Goed zo, schat. Hoi, haalt water met ijs. Ja. Maar lang genoeg wacht, wordt het vanzelf water. Dat is sowieso waar. Nou, de rietjes zijn een groot succes. Kun jij zomaar op de stoel zitten? Wie het eerste zijn drink op heeft. Goedemorgen, ja. Wij eten met pannenkoekjes. American pancakes. Nom 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 nom. Isabel ook de muts op, de kaboutermuts. Ga de kaboutermuts maar opzetten. We moeten maar even goed doen, want daar zijn de opa's niet zo geweldig in. Zo, krijg jij ook een kaboutermuts op? Zo, en Lucas een kaboutermuts. Ja, dat zal geen 2 minuten duren. Ik wou zeggen, die houdt je niet op. Hé, nee, kabouter Isabelli. Oh. En kabouter Emma, kabouter Pepijn. En kabouter Lucas. Kabouter Lucas. Zo. Ja, 1 minuut. Kabouterpad speurtocht, dus we zijn lekker aan het wandelen door de natuur. Oh. Dus op zoek naar kabouters en ik weet niet, van alles.
Het is dus donderdag en ik ben vandaag op stage geweest. Normaal heb ik natuurlijk op dinsdag stage, maar ik had gewild omdat dinsdag eigenlijk het afscheid zouden hebben van school voor later. Dus lang verhaal kort, want het is een echt te groot verhaal. Ik vind het te vermoeiend om te vertellen. Dat is allemaal niet doorgegaan dankzij tante C. En we hebben nu het afscheid van de school voor later. En ook dat is een plan Z, zeg maar, ondertussen. We gaan namelijk bij de kinderen. We gaan namelijk naar het huis van de kinderen toe. We hebben ons teampje van unit 4 hebben wij in 2 gesplitst. En de ene helft gaat naar de ene helft van de schoolverblijf, de andere helft naar de andere helft. En dan rollen we een rode loper uit. Doen we gezellig en leuk. En nog even zo op die manier dat ze toch een afscheid hebben van de basisschoolcarrière. Dus het is allemaal. Dus mijn afscheid op mijn stage, wat ik dus vandaag had, was ook heel leuk. Maar het was ook heel rommelig. Vandaag namen hun school verlaten afscheid. Er was nog een collega daar die afscheid nam. En ik moest dus meteen om 2 uur weg om even om te kleden. En nu dus weer door te gaan naar mijn eigen school verlaten. Dus het is echt Maar jongens, hierna heb ik vakantie. Yes. Dus, ik was er eigenlijk helemaal niet per se aan toe. Als je het me ruim een week geleden gevraagd had, dan was het allemaal prima. Maar nu ben ik er gewoon echt naartoe. Ik ben dood op. Wat een week was dit. Dus. Hallo, het is vrijdag. Ik ben kapot. Het is bijna 5 uur. Ik ben al de hele dag op de route. Vanochtend zijn het van de kinderen. En vanmiddag borrel van school. Zo'n vakantie inluiden. Afscheid collega. Dus. Maar ik werd vanochtend al wakker. Dat ik dacht zo van. Gewoon weten dat je kunt uitslapen. En mag blijven liggen. En dan komt juist die druk van afgelopen week eruit. Het was echt hectisch. Maar goed, ik heb vakantie. Official. Super chill. Beetje jammer dat vanaf morgen gewoon weer gaat regenen. Dus ik ben echt kapot. Maar goed, dus volgens mij is deze vlog heel kort. Ik weet echt niet wat ik allemaal gefilmd heb. Of wat we van de week überhaupt allemaal gedaan hebben. Maar. En toen was het alweer de volgende dag. En zoals je dus weet, ben ik dus. Ja, wat is dit nou? Hilde, ben jij een lieve vent? Heel stuk 6 in groep 7. Oké, die is gevonden. De vlog vergeten afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. En vanaf nu weer lange vlogs. Dus misschien wel weer dagvlogs. Ik weet het niet. Ik ga het zien. Jullie horen van me.